Goedemiddag, welkom bij De Plantage. Een heel uur gaan wij praten over Simon Carmichelt. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat hij is overleden. En de vraag is, wat is er overgebleven van Simon Carmichelt? Alleen een herinnering of is zijn werk ook vandaag de dag nog buitengewoon de moeite waard om te lezen? En als je al die kronkels nou altijd hebt gelezen in het Parool, je hele leven lang, zou ik maar zeggen, als je oud genoeg bent, kende je de man dan? Of was er toch nog een andere Simon Carmichelt verborgen achter die vriendelijke, melancholieke, milde, heel soms felle stukjes van hem? Daar ga ik het straks over hebben. Eerst even over de man die dit programma annonceerde. Dat is Abdelkader Ben Ali. Welkom. Het is heel toevallig dat je hier bent. We hebben jou gewoon gevraagd om te praten over Simon Carmichelt. Omdat we dachten, een jonge schrijver, zomaar fris uit Marokko, die kent Carmichelt niet, kan lezen. Dus we vragen wat hij van het werk vindt. Dat gaan we straks. Ja, hij kan lezen. Hij kan namelijk ook heel goed schrijven. Jij hebt namelijk eergisteren is bekend geworden dat je de Geert-Jan Lubberhuizenprijs hebt gewonnen. En dat is een hele prestigieuze prijs, zoals dat tegenwoordig heet. Namelijk voor het beste proza-debuut van 1996. Je hebt het gekregen voor je boek Bruiloft aan Zee. En daar was je ook al, zie ik hier op het flapje, genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Het is je debuut. Is dat beginnersluck of geworteld schrijverschap wat er eindelijk uitkomt? Het laatste. Ja? Ja. Ja, je bent nu hoe oud? 22. 22. En al 21 jaar lang broeit dat schrijverschap? Nee. Oh. Ik ben nu 17 jaar lang bezig met schrijven. Waar begon je dan mee te schrijven? Nou, kleine verhaaltjes. Een soort van kronkel. over de avonturen van Piet en Jan. Op zoek naar de grote schat. Maar toen was je 4? Nee, iets ouder. 6 zo. 6? Ja. Toen woonde je in Nederland. Hoe oud was je toen je in Nederland kwam? Ik was 3. 3. En toen had je net Nederlands geleerd, neem ik aan. Ja. En toen ging je oefenen om te schrijven of zo? Nou, ik las, je weet, prentenboeken en jeugdboekjes. En ik had een soort van... Wat was het eerste Nederlandse boek wat je las? Oh jee. Jip en Janneke? Nou, ik kan me wel herinneren dat Kruistocht de Spijkerbroek van Thea Beckman heel veel heeft betekend voor mijn... liefde voor het lezen. Dat dat heel belangrijk was, want ik had toen de eerste bladzijde gelezen en toen was ik gepakt. En toen heb ik het boek opzij gelegd en toen ben ik zelf een verhaal gaan schrijven. En geschiedenis gaan studeren, toch? Dat is later. Uiteindelijk, ja. Dat boek Bruiloft aan Zee, het verhaal van een Marokkaanse jongen die naar Marokko gaat om daar de bruiloft van zijn oom, geloof ik, bij te wonen. Ja. Schrijving van de Bachelor's Party. Mm-hmm. Voor dat huwelijk schijnt. Yeah. Ik heb het niet gelezen, maar ik heb het erover gelezen. Het schijnt heel bloemrijk en fantastisch te zijn. Niet schieten! Wat is dit? Oh. En er wordt van gezegd dat jij eigenlijk schrijft vanuit een typische Marokkaanse vertelcultuur. Nou, kijk, ik schrijf wel bloemrijke zinnen. Ze zijn lang, hè, veel bijzinnen. Dat is. Dat is natuurlijk een klein beetje on-Nederlands. Maar wat je me niet kan verwijten is dat ik vaag ben. Het is heel direct. Het is heel direct. En het taalgebruik krijgt een soort van opstootje, hè, door het gebloemde, door het kleurrijke, het overvloedige. Maar het is wel heel herkenbaar, want ik schrijf in het Nederlands. Ja. En, dus ik maak gebruik dus van een Nederlands vocabulaire, van spreekwoorden, van uitdrukkingen die natuurlijk voor iedereen cliché zijn. Maar ik heb het gevoel dat je, wat ik er even in las, dat je de Marokkaanse muzikaliteit in je taal hebt, zal ik maar zeggen. Dankjewel. Is het niet een goudmijn, zo'n kind te zijn wat in twee culturen toch opgroeit? Het is af en toe een goudmijn, maar je moet er heel diep op graven. Ja, nou, blijf dat doen. Okay. En neem hier alsjeblieft plaats bij de gasten om straks met ons mee te praten over Simon Carmichelt. Oké. Okay. Dankjewel. Abdelkader Ben Ali. Goed, we hebben dus 8 gasten uitgenodigd om te praten over Simon Carmichelt. Misschien is het beste als ik ze even aan u voorstel en dat ze zelf in één zin
hun relatie met Simon Carmichelt vertellen. Ik begin met Wim van Noorden. Meneer van Noorden, zullen we Wim doen? Ja, mag je zeggen. Want ik was vroeger jouw ondergeschikte bij het parool, dan is het zo. Ja, toen was jij nog zo. Toen was ik zo, ja. Jij ook dan. Ja? Wat is je relatie met Simon Carmichelt geweest? Nou, het is zo, ik neem aan dat ik hier gevraagd ben, omdat ik 20 jaar oud was, dus nu 60 jaar geleden, toen ik hem voor het eerst leerde kennen. En sindsdien ben ik met hem bevriend gebleven tot zijn, onze mening toch wel te vroege, overlijden. En die vriendschap die is erg multiform geweest. Dat was enerzijds met elkaar als personen en als gezinnen later ook zeer nauw met elkaar samenleven. Maar dat was tegelijkertijd dat hij een van de topmedewerkers was van de krant waarvan ik directeur was. En tevens waren we samen in het bestuur van de stichting die weer eigenaar was van die krant. Ja. Heel ingewikkeld dus. Misschien is het gekke is, als je Carmichelt zo leest, zoals de meeste mensen hem kenden of zag op de televisie, denk je, was dat een bestuurder? Was dat een vergaderaar? Was hij dat? Ja, nou ja, niet een bestuurder in de zin waarin we de Nederlandse regenten meestal beschrijven. Hè? Dat is natuurlijk niet zo. Hij ging niet in de vergadering van het bestuur de balans van de onderneming analyseren en daar nieuwe inzichten over ontvouwen. Maar hij was wel betrokken bij de besluitvorming in dat bestuur over journalistiek, politieke aangelegenheden, over keuze van personen in leidinggevende functies. Dat is natuurlijk essentieel in alle organisaties. En daarin was hij gewoon een hele wijze raadgever. Ja. Iemand die je daar eigenlijk niet bij kon missen. Je zou kunnen zeggen, dezelfde talenten waarmee hij in een nutshell in Kronkel een situatie schetste, kon hij ook gebruiken om in het bestuur duidelijk te maken dat je met meneer X of met de onderneming Y vooral nooit zaken moest doen. Nee. In ieder geval een heel scherpzinnig, een analytisch ingesteld iemand dus. Ja. Jeanne Roos. Jij hebt Simon dus vanaf het moment dat jij bij het parool kwam. Ja. 45 mei 45. Ja. Dan weet ik niet of ik hem op die eerste dag gezien heb. Maar in ieder geval is hij voor mij een geliefde en bewonderde collega. En ik ben ook een beetje, ja, hij is een beetje mijn zoon. En ik een beetje zijn moeder. Mm. Jij bent de naamgeefster van het verschijnsel Kronkel. Ja, daarom zeg ik dat. Ik een kinderboekje of een kinderverhaal schreef in het parool dat Gijsbert Konijn heette. En dat ging over een konijn dat niet wou worden opgevreten met kerstmis en daarom onderdook. Het had natuurlijk enige autobiografische waarde. Want jij was ondergedoken geweest in die maar tijd, voor die tijd. Hij ging van het ene onderduikadres naar het andere en hij kwam uiteindelijk ook terecht bij de wilde konijnen in het bos. En daar in dat bos ontmoet hij een hert dat in gesprek is met een worm. Ja. En die worm heet. Je kijkt zo spannend uit je ogen. Nou, die worm heette Kronkel. Want die kronkelde. Ja. En het was wat was het ook weer? Kijk eens even wat ook weer de omschrijving was van deze worm. Moet ik het even voorlezen? Nou, één zinnetje. Eén zinnetje. Gijsbert griezelde, want hij vond wormen glibberig. Maar Kronkel keek bijzonder pientig en goedig uit zijn ogen. En toen dacht Simon, dat is mijn pseudoniem. Nou, ik weet niet wat hij dacht, maar nou ja, hij moest toen van de hoofdredactie. Hij begon met een cursief en daar stond niks onder. En toen heeft Van Heuvel Goedhart, de toenmalige hoofdredacteur, van hem gevraagd of hij daar iets onder wou zetten. En daar heeft hij op zichzelf alweer een krankzinnige Kronkel over geschreven. Van alle gruwelijke namen die je daaronder kon zetten. Ja. Zoals Viooltje of dat hoekske soort idiotie. Ja, ja. En toen heeft hij uiteindelijk dan uit het grote arsenaal, schreef hij, dat Jeanne Roos in voorraad heeft, heb ik de Kronkel gekozen en dat vond ze goed. Ja, Marianne Smeets heette je toen. Toen heet ik, ja. Ja, dat was jouw schuilnaam. Ik schreef een raadselachtige schuilnaam. Het was onderduiknaam. Ja. Marianne Smeets. Ik geef door. Abdelkader hebben we gehoord. Wanneer heb jij je eerste Kronkel gelezen? Toen ik 12 was. Toen je 12 was? Ja. Weet je nog welke dat was? In welk verband? Ik weet het niet. Het was een verhaaltje over een altijd over zichzelf. En dat hij dan op straat liep en in zichzelf praat. En dat hij dan van die voetgangersvraagstukken bedenkt. Gewoon de theorieën waarin hij dan alles heel helder en logisch voor zich ziet. En dat herkende ik. Ja.
Goed, we hadden jou gevraagd omdat we dachten, die heeft nog nooit een kronkel gelezen, maar dat is dus niet waar. Manon Uphoff, ook een succesvol jong Nederlands schrijfster. Jij hebt net gepubliceerd Gemis. En je was ook met je vorige boek ook genomineerd voor de Librisprijs, hè? Nee, voor de ACO. De ACO. Oh ja, met dus die bommelding zat je toen nog, ja, enzovoort enzoverder. Wanneer heb jij je eerste kronkel gelezen? Dat zou ik niet meer uit mijn hoofd weten, maar mijn kennismaking met Simon Carmichelt is voornamelijk via de boekenkast van mijn ouders. En af en toe de melancholieke verschijning op de televisie. En na zijn dood kan ik me herinneren dat ik tegen een aantal vrienden zei, toen heb ik overal Carmichelt mannetjes zien. Het viel me gewoon op als je door de stad liep, dan was het vol met van die wat weemoedig kijkende mannetjes in de regenjas. En het was net als hij ineens overal verscheen, in parkjes en bankjes. Ja. Ja. Straks horen we wat jullie echt van zijn werk vinden, later dit programma. Henk van Gelder, ik ga gewoon even de rij af. Henk van Gelder, jij bent journalist bij NRC Handelsblad nu. En je schrijft de biografie van Simon Carmichelt. Die hoop ik te schrijven. Ja, nee. Ja. Nee, ja, maar als we dat nu bekendmaken, moet het wel. Nee, ik ben wel aan het werken. Ik zit voor het blok inderdaad. Ja. Kende jij Carmichelt vanaf een afstand. Ik werkte in de jaren 70 bij het Parool. En er kwam dan wel eens zo'n meneer met een regenjas aan. En daar zei je dan meneer Carmichelt tegen, als je überhaupt al tegen hem sprak. En zei hij iets terug? Hij was er heel goed in om op een hele vriendelijke manier afstand te houden. Tegenover mensen waar hij niet zoveel van te verwachten had, denk ik. Nee, gekend heb ik hem niet. Hij wist niet wat hij van jou kon verwachten, dat was het punt. Nooit gedacht toen je op de documentatie zat, gewoon als klerkje, van die man moet ik te vriend houden, want die gaat mijn biografie nog uitschrijven. Maar ik ben nu alle kronkels aan het lezen, zoals ze ooit in de krant zijn verschenen. Dat zijn natuurlijk 5 keer zoveel als alle bundels. En dat is op zichzelf al een heidens karwei. Ja. Ik ga even door. Kees Fens. Hoogleraar, bijzonder hoogleraar in Nijmegen, letterkundige en natuurlijk literair medewerker bij de Volkskrant. Ik zeg natuurlijk, maar jij bent de eerste die Carmichelt bij de literatuur heeft bijgezet in het openbaar. Nou, dat weet ik niet helemaal hoor. Er zullen wel stemmen aan vooraf gegaan zijn. Maar als ik daar aan mee heb kunnen helpen, dan heb ik dat ontzettend graag gedaan. Want de relatie van mij tot hem is die van een bewonderend lezer voor een auteur om wie ik waarschijnlijk van alle Nederlandse schrijvers het meest heb moeten lachen. En die ook in mijn ogen vaak de allermooiste zinnetjes schreef die in de Nederlandse taal werden geschreven. En uit die bewondering heb ik een vrij groot aantal stukken over zijn werk geschreven. Ja. Hij is niet opgenomen in het literair lexicon. Zo'n lexicon waar alle schrijvers in staan eigenlijk, althans geacht worden in te staan, daar staat hij niet in. En in het Letterkundig Museum staat hij als columnist. Is dat terecht allemaal? Nou, kijk, dat literair lexicon, dat kan ik wel vermoeden waarom hij daar niet in staat. Namelijk, je bent pas succesvol als auteur, en dan zeg ik dat een beetje met overdrijving, als er voortdurend nieuwe dingen over je werk geschreven kunnen worden en diepzinnige dingen. En Carmichelt hoort tot die schrijvers die heel groot zijn, maar over wie niet voortdurend nieuwe interpretaties te leveren zijn. Nee. En ik vind het woord columnist, is tegenwoordig ook een eretitel. Hij noemde zichzelf ook zo trouwens. Ja, maar daar hebben wij niks mee te maken. Oh, nee. Hij is gewoon een schrijver. En een groot schrijver, volgens mij. Pierre Rood, ik ga maar even snel door, want anders klinkt de eindtune zometeen. Pierre Rood is, zal ik het zeggen? Ja, je gaat gang maar. Loodgieter? Ik zoek een hele goede loodgieter. Ja, maar dit is nog helemaal geen oneerzaam beroep. Nee, dat is fantastisch. Het wordt er altijd bijgezegd omdat je een van de weinige mensen bent die van literatuur houden en iets met zijn handen kan. Ja, dat vindt iedereen altijd heel vreemd. Ik vind het heel bijzonder. Want ik vind loodgieter lijkt mij zo moeilijk. Maar jij bent gewoon al eigenlijk jaren en jarenlang een verzamelaar van Carmichelts werk. Heb je hem persoonlijk goed gekend? Ja, ik hoor nu op vanavond dat niemand hem goed gekend heeft. Dus wat heb ik dan voor pretentie om te zeggen dat ik hem wel gekend heb? Wat denk je? Ik heb hem op een andere manier leren kennen dan de mensen hier, zonder meer. Hoe dan? Als hele goede, attente vriend. En, jij had het gevoel dat een soort suikeroompje van me. Want hij gaf al zijn knipsels en al zijn kladjes en al zijn schriftjes. Ja, hij noemde mij zijn literaire vuilnisbak. Ja. Vandaar dat je nu ook al jaren tentoonstellingen, zoals net nog in de openbare leeszaal kijkt. Ja, hebben we eigenlijk alle briefjes die je maar kunt voorstellen van hoe laat Tini naar bed moest. Of
dat Tini naar de tandarts moest. Ja. Allemaal dat soort notitietjes, dat heeft hij allemaal bewaard. Heb ik ook al bewaard, natuurlijk. En als mensen hier, wat zo is, collectors items bij zich hebben. Zoals Sjane heeft een van de allereerste kronkelboekjes bij zich, die niet eens, geloof ik, in de handel zijn. Nee, maar dan moeten ze oppassen dat jij met die handige loodgieterskist niet opeens dat boekje dan... Ik ben soms wel bereid om werkzaamheden te verrichten tegen betaling van een iets curieus. Ja. Maar ik heb, trouwens nu het over Sjane hebt, ik heb iets bij me dat Carmichelt een kronkel à la De Tip van Roos geschreven heeft. Bij me. En daar heeft hij ook commentaar op geleverd. Nou, leuk. Dus dat, misschien dat de gelegenheid er is om dat te laten zien. En tot slot in het voorstelrijtje. Iemand die net is binnengekomen, daarom ben ik niet bij je begonnen. Reinold Kuipers. Een hele oude vriend van Simon Carmichelt. Maar je was ook directeur van de Arbeidspers. Je was een uitgever. Was je geen vriend van hem? Wat zeg je? Was je geen vriend van hem? Jawel, zeker wel. Maar niet oud? Niet een van de oudste, want dat is Wim van Noorden bijvoorbeeld. Ja, nee, nee, het gaat ook niet om een wedstrijd wie de oudste vriend is, maar... Maar je hebt hem lang gekend, laat ik het zo zeggen. Ik heb hem vanaf 46 gekend. Wat was jouw relatie met hem? Ik was zijn uitgever. That's it? Vanaf 100 dwaasheden. 100 dwaasheden. Dat is dit. Ja. Ik geloof, dat is van mijn ouders, hoor. Dat is denk ik... Dat stamt ook uit 1946. Ja. Wat vond jij Simons grootste talent? Zijn taalgebruik. Hè? En zijn visie op mensen. Hè? Misschien in de eerste plaats zijn visie op mensen. In de tweede plaats zijn taalgebruik. Zijn stijl, als je het zo noemen wil. Hij is jarenlang natuurlijk gewoon heel bescheiden bezig geweest. Gewoon op papier. En opeens is hij de echte volksschrijver geworden... door die schaalvergroting van optredens, van grammofoonplaten. Je zou in de tentoonstelling van Pierre zie je in de bibliotheek, hij is nu afgelopen trouwens, allemaal hoezen van grammofoonplaten van Simon Carmichelt. Hij heeft televisieoptredens gehad. Was dat iets wat hij heel graag wou eigenlijk? Nou, hij wou wel graag gelezen worden, ja. En hij gezien... is trouwens, laten we even wel wezen, dat 100 dwaasheden in een hele korte tijd een oplaag van 100.000 had. En dat is toen nog maar doorgegaan. Ja, dus hij was al heel snel populair. Ja, de mensen hielden echt van. Er wordt wel eens gezegd, als er een echte volksschrijver was, was het Simon Carmichelt wel. Meer dan Reeve eigenlijk. Ja, misschien. Hm. Ja. Wat vonden jullie van zijn televisieoptredens, de oude getrouwen? Wat vonden jullie van de kronkels op televisie, Wim? Nou, ik vond het op zichzelf heel interessante producties. Hè. Maar ik vond dat je daar niet de smaak, de diepte van het lezen van de kronkel in terugvond. Dus het was heel leuk om te zien en het was een mooi gegeven meestal. Jean, wat vond jij ervan? Nou, er was eigenlijk niemand die de kronkels beter kon voorlezen dan Simon zelf. Met die beetje lijzige stem die hij dan speciaal voor dat soort gelegenheden opzette. Maar ik vond bij het ouder worden, vond ik hem, doordat zijn gezicht zo... Hij was vroeger zo mooi, hè? Hij was een hele leuke man om te zien. En hij werd maar alsmaar ouder en verzakte een beetje, wat we allemaal doen. Maar daardoor kreeg het een aparte... altijd sombere, niet eens melancholieke, maar ook vreselijk sombere... Laten we eens kijken of dat... Stempel, en dat vond ik jammer. Laten we even kijken of dat jouw specifieke blik erop is... of dat wij dat allemaal vinden. We hebben één, er zijn niet zoveel bewaard... maar we hebben één kronkel van inderdaad Simon Carmichelt toen hij al wat ouder was. Als klein meisje was ze bleek en stil. Sloom, zei de buurvrouw. Maar haar moeder begreep er wel. Die was net zo geweest, vader niet. Vader was vrolijk en luid. Die hield van moppen vertellen en mensen voor de gek houden. Zijn mooiste dag van het jaar was 1 april. Dan fopte hij naar hartelust en lachte dreunend... als ze in zijn vallen liepen. Die Sinterklaas
vergeet ze niet gauw. Het grote ouderwetse huis waarin ze als klein meisje woonde, scheen geschapen voor het feest, was een open haard in de huiskamer met zo'n schouw waarin de pijp naar het dak uitkwam. Een ideale plaats om je schoen bij neer te zetten. Die avond, het was begin december, had het meisje bij de schoorsteen gezongen. Toen ze op weg was naar bed, hoorde ze de stem van haar vader. Die riep, kom eens gauw helpen. Ze ijlde terug naar de kamer en vroeg, wat is er? Ik heb die ouwe bij zijn poot, riep die. Bij het vuur stond die uit alle macht trekkend aan een been dat uit de schouw kwam. Help nou eens, riep die. Hij had een rood hoofd van inspanning, maar het kind stond als verlamd van schrik en zag hem achterover tuimelen met een hoge laars in zijn hand. Hij is me ontsnapt, hijgde die en overend krabbelend, maar zijn schoen heb ik. Die geef ik niet meer terug. Dat mag niet, zei het meisje. Nou is Sinterklaas heel boos op u. Misschien komt u wel halen vannacht. Oh, ik ben helemaal niet bang, hoor, riep de vader. Hij was een liefhebber van grappen, dat zei ik al. Rillend van angst vluchtte het kind naar de slaapkamer en kroop in bed. Haar moeder kwam en zag meteen dat er iets aan de hand was. Wat scheelt je? Vroeg ze en het kind vertelde hoe vader de woede van Sinterklaas had getrotseerd. Somber luisterde de vrouw naar het verhaal. Toen zei ze, wees maar niet bang hoor. Vader maakte maar een grapje. Maar als Sinterklaas nou kwaad is... De echte Sinterklaas is al lang dood, zei de moeder. Die bestaat niet meer. Al die Sinterklaasen en Pieten die je nu ziet zijn verklede mannen. Oh, dus alleen het paard was echt, zei het meisje. Het was een hele brok om zo ineens door te slikken. En de ooievaar, vroeg ze, die vind ik zo griezelig. Pa zegt dat ik tegen de kuiten van de ooievaar hing. Dat is ook maar een grapje, antwoordde de moeder, die in één moeite door schoon schip wilde maken. De ooievaar, die brengt de kinderen niet. Jij komt gewoon van mij. O, zei het meisje. Ze kreeg een nachtzoen op haar bleek, peinzend gezichtje. De moeder liep naar de deur. Zeg, mam, vroeg het meisje. Ja. En God bestaat die ook niet echt, klonk het voorzichtig. God bestaat echt, zei de moeder. En ze doofde het licht. Je leest sneller. Lezen jullie nog wel eens een kronkel eigenlijk? Pak je nog wel zo'n boekje en lees je er wel eens in? Naar aanleiding van dit programma. Nee, dat bedoel ik niet. Maar zomaar op eigen kracht. Nee. Waarom niet? Ja, ik heb hem gelezen. Ik bedoel, er zijn maar weinig boeken die ik herlees. Pierre, lees jij nog wel eens een kronkel? Ik lees meestal 's avonds voor aan mijn vriendin in bed. En dat al jaren dat doe ik werkt dat. Goed. Dat werkt heel erg goed. Ik ga nu al 12 jaar met haar om. Dat kent ze ook wel. Zeg, Kan Michelt heeft een soort imago van zichzelf opgebouwd, kan je wel zeggen. Family man, mild, begaan, soms een felle uithaal, vooral als het politiek betrof. Maar op zichzelf een morsige man die zo'n beetje als beschouwer langs de cafés ging, door Amsterdam liep en opschreef. Heeft hij zichzelf naar zijn imago gevormd? Of zat er eigenlijk een andere man achter? Reinold of Wim of Jaan? Nou, hij was wel enigszins zo, zoals hij zich beschreef. Enigszins? Ja, natuurlijk. Altijd enigszins. Wat beschreef hij niet? Wat gebruikte hij niet in zichzelf?
Ja, hij deed zich, laten we zeggen, zulliger voor dan hij was. Hè? Hij was meestal de schlemiel, vooral in het begin. Ja. En dat was hij beslist niet. Nee. Wim? Ja, er is natuurlijk al vaak over gepraat of Simon nu die bonhomme was, hè? Die grappenmaker en leuke kwant die hij in zijn stukjes een beetje voorgeeft te zijn. En door het schrijven van die stukjes ook schijnt te zijn. Ik geloof niet dat je dat als zijn persoonlijkheid, als de kern daarvan kunt kenmerken. Gisteravond in het Parool schrijft Theodor Holman aan het eind van zijn stuk over Carmichelt dat hij misschien wel een heel venijnige en vrij onaangenaam agressieve persoonlijkheid was, maar dat dat pas later aan de dag zal komen. Ik ben het daar niet mee eens. Maar het is wel zo dat het een zeer rationeel bewust van zijn handelen optredende man was. Ja. Die ook de grappen maakte omdat hij wist dat hij daar dat effect mee kreeg wat hij beoogde. Ja. Henk van Gelder, jij bent al een tijdje toch aan het graven in zijn geschiedenis, in zijn persoonlijkheid. Heb jij een andere man gevonden dan die we tot nu toe gekend hebben? Ja, nou, je moet natuurlijk niet vergeten dat hij kwam uit de vooroorlogse journalistiek. En die stijl in die kranten van toen was een ouderlijke stijl. Dus op zijn 20ste schreef hij al stukjes op een hele ouderlijke toon. En hij is natuurlijk langzaam maar zeker steeds meer gaan samenvallen met die ouderlijke toon toen hij zelf ook een ouderlijke man werd. Maar ik denk dat hij inderdaad een pose in die stukjes had, waar hij gaandeweg steeds meer zelf op is gaan lijken. Maar de venijnige. Nee, ik geloof ook niet dat hij nou zo vreselijk een venijnige man was, zoals Holman schrijft. Maar ik sprak van de week nog iemand die een paar jaar voor zijn dood nog bij Carmichelt is geweest met een ellendig verhaal. Er was hem iets vreselijks gebeurd. Carmichelt hoorde dat hele verhaal aan en zei toen: ja, maar je denkt toch niet dat de mensen aardig zijn? De mensen zijn niet aardig, hoor. En dat is toch een andere Carmichelt dan de Carmichelt uit die stukjes. Hij hield niet van mensen. Ik denk dat het niet zo'n vreselijke mensenvriend was. Nee, absoluut niet. Nee. Hij wekte ook altijd de indruk, ook wat jullie een beetje zeggen, van toch een beetje ontoegankelijk, een beetje alleengaand, zal ik maar zeggen. Klopt dat, Sjaan? Ja, ik denk het. Hij was in de eerste plaats in zijn werk was hij een beschouwer. Hij kwam er niet in voor. Nou ja, dat is dan een afstand. En maar het was tegelijkertijd, dat vond ik zo grappig, maar dat is ook een afstand. Hij was een echte performer, dat heb je nu gezien. Hoe die man met wit en pauzes effect maakte. En dat deed hij bij die lezingen ook, daarom waren ze zo gek op hem. Ja. Hij was een poseur, of liever een acteur, in zekere zin. Het gekke is dat ik me herinner, dat heb ik ook al een paar keer gezegd, dat hij af en toe rabiaat fel was. En het was altijd, als het iets te maken had met communisme. Dan herinner ik me dat hij, voor mijn gevoel, bijna onredelijk agressief was. Heb jij dat ook gevonden, Henk? Ja, want als je die kronkels terugleest zoals ze in de krant hebben gestaan, dan kom je al die stukken tegen die nooit in de bundels hebben gestaan. Onder andere hele felle uitvallen tegen het weekblad De Groene Amsterdammer. Omdat dat in 1956 niet onmiddellijk voor 100% stelling nam tegen de Russische inval in Hongarije. Terwijl hij stenen gooide bij Felix Meritjes. Ja, en De Groene probeerde een soort tussenweg te vinden. En een soort nuance te zoeken. En daar was absoluut geen sprake van dat daar ook maar iets over te nuanceren viel. Maar dat had, Wim, zijn geschiedenis natuurlijk, zijn oorsprong in de oorlog, neem ik aan. Het was natuurlijk een heel terechte houding. En als jij nu zegt dat hij daar onredelijk heftig over was, dan is het woord onredelijk ontstaan omdat alleen linkse schrijvers die half met het communisme flirten daarover commentarieerden in die zin. En dat is zo blijven hangen. Maar op zichzelf was natuurlijk wat hij daar aan protest tegen uitte iets wat gedeeld werd door alle verstandige mensen. Ja, namelijk iedereen die bijna bij het Parool en omstreken wat te zeggen had. Nou, maar goed, jij deelt dus dat gevoel van Carmichelt. Nee, het is juist wat je zegt, dat hij in politieke aangelegenheden, dat was niet alleen het communisme, hoor, maar en uiteraard ook het nationaalsocialisme, dat in eerste aanleg. Maar dat hij in die aangelegenheden zich
vrij plotseling kon ontpoppen, ontplooien als een zeer zelfbewuste, zelfverzekerde commentator die ook niet aarzelde, dat zit een beetje in wat Van Gelder ook zegt, om daar zeg maar boodschapper van te willen zijn. Ja. En dat was een andere man dan de schrijver van Kronkels. Ja. Nou, het ging heel ver hoor, in die tijd. Daar had Carmichelt op zichzelf niks mee te maken. Maar in 56, toen bij die Russische inval, toen heeft het Parool een aantal bekende landgenoten, bekende Nederlanders, om een reactie gevraagd telefonisch. En Annie Romein Verschoor, die zei, nou, daar wil ik nog eens even over nadenken. En we weten nog niet genoeg. En ik wil toch wel iets meer weten voor ik daar een oordeel over geef. Die werd onmiddellijk aan de schandpaal genageld, omdat ze niet meteen zei schande. Dat ging dus heel ver, dat was heel scherp. Terecht, zegt Reinhold Kuipers. Ja, natuurlijk. Maar wat er toen gebeurd was, ja. Ja, dat is zo. Maar ik bedoel, op zich zeggen, ik wil er even over nadenken, dat is toch niet zo gek, of wel? Nee, in dit geval zeker niet. Nee. Moest je gewoon recht toe, recht aan. Moet je voorstellen dat iemand de opinie gevraagd wordt over de Kristallnacht. Hè? En dat die dan zegt, ja, daar wil ik nog even over nadenken. Verplaats je daar even in. En zo voelde Carmichelt het ook. Ik bedoel, met dat betreft. Zo voelde hij dat ook. Ja, Sjane? Ja. Geschiedenis, de jongste geschiedenis heeft hem toch in het gelijk gesteld. Ja, ik bedoel, okay, het is toch ook zo? We hebben het nu over zijn, laten we zeggen, zijn allergie voor iedereen die daar een kleine aan zou. Ja, daar was hij, zelfs op de redactie. Op de redactie heb ik wel eens iets meegemaakt. Waar hij ook het fellow travelschap, dat was voor hem een verschrikking. Ja, dat was de groene en. En dat vond hij de groene. En zelfs vond hij dat, God hebben zijn ziel, ons lieve Evert Werkman, die als Joost schreef in de Groene Amsterdammer. Zo'n 17 gedicht. Maar die bleef bij de groene werken. Ja, en, dat... en daar moest Simon niets van hebben. Ik herinner me een redactievergadering waarin hij Evert aanviel. Ja. En toen ben ik kwaad geworden, overigens. Maar, Pierre? Ik heb het op de tentoonstelling liggen. Een gedicht van Werkman, en daar schrijft hij onder. Maar hij was wel een groot dichter. Ja. Het gekke, wat natuurlijk als een schaduw over zijn leven heeft gelegen, volgens mij, is de dood van zijn broer, die in de oorlog vermoord is, die in het verzet zat, zijn oudere broer. En is dat niet een heel belangrijk punt voor het hele leven van Carmichelt geweest? Ja, ik denk dat je dat terecht aanhaalt. Jan was, ik geloof, 2 jaar ouder dan hij. Ik heb Jan oppervlakkig ook wel gekend. Die econoom was, afgestudeerd in Amsterdam. Maar tegelijk muziekcriticus, dus ook alweer bij een krant werkzaam. Namelijk bij het Volk. Jan werd, omdat hij Joden had geholpen in zijn huis onder te duiken, als overgang voor de definitieve onderduik, werd verraden en gepakt. En in een kamp in Nederland, een soort werkkamp bij de Moerdijkbrug, te werk gesteld en was binnen 3 weken dood, zogenaamd aan longontsteking. En toen, 3 weken later, meen ik, 4 weken, stierf zijn vader van verdriet. En Simon heeft vaak die laatste woorden aangehaald van die vader, die dan zegt, het is dus allemaal voor niks geweest. Toen hij de zoon, vanaf dat moment heb ik Simon beschouwd als iemand voor wie wat er ook zou gebeuren, hij zich zou keren tegen alles wat onderdrukking van mensen was. Dat geloof ik, sorry. Ik geloof dat dat zo gebeurd is. Ja. Waarom dronk hij zoveel? Het antwoord kan iedereen geven die het ook doet. En van een ander kun je het niet geven. Nee. Dit tot slot voor het eerste gedeelte van deze uitzending. Hij heeft zich, dat zie je in alle boeken, alles wat hij geschreven heeft, heel erg als de family man. De vader van zijn zoon en zijn dochter, van de opa van zijn kleinkinderen. En vooral ook de echtgenoot van Tini. Dat was een ontzettend belangrijk bestanddeel van zijn leven. En toen opeens, toen was hij dood en toen kwam de schok van, hij was niet helemaal de family man die wij dachten. Het misschien een punt van een ijsberg, dat weet ik helemaal niet. Maar de grote liefde voor Renate Roemerstein werd in het openbaar gebracht door haarzelf. Door haarzelf, zeg ik. Oh, ja. Nee, door haarzelf. Ja, daarom maar waren juist, jullie geschokt? Nee, maar nog los van. Nou ja. Maar waren jullie geschokt door het feit dat er een kras kwam in dat beeld? Of hadden jullie dat beeld al niet zoals wij dat hadden? Ik bedoel, hij was die, volgens mij, was hij die family man. Hij zou Tini nooit in de steek hebben gelaten. Maar dan ook nooit.
En hij zou wel eens meer, ja, hoe heet het, naast de pot gepiest hebben. Dat, alle mannen die ik gekend heb, hebben dat gedaan. Dus waarom niet, Simon? Heren. Ja. Nee, maar mijn vraag is, waren jullie geschokt? Waren jullie kwaad? Waren jullie... Pierre, jij zegt, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, Renate Rubinstein die heeft dat geschreven. Het is haar visie. En waarom nemen we dat nou meteen als... Het is niet een visie, het is natuurlijk toch wel een feit, neem ik aan. Het is haar interpretatie. En als een man tegen haar gezegd heeft van, ik vind jou wel aardig... dan wil hij nog niet meteen zeggen dat hij er een intieme relatie mee gehad heeft. Ik geloof niet dat het helemaal zo... Nee, ik ben, nee, dit is verminde liefde, Pierre, daar geven we weer dat nee. Neem ik niet kwalijk. Ik zeg helemaal niet dat er niks gebeurd is, daar gaat het niet om. Maar het is haar interpretatie en haar Oké, maar mijn visie. Vraag was, schokte het jullie om dat te horen? Ik was heel kwaad over, ja. Als commentaar daarop, hè, antwoord ook, poging tot antwoord op je vraag. Voor mij was het een verbijsterende mededeling... waarmee Igor Cornelissen dan startte en dan nog wel in het Parool. En later werd dat dus allerlei polemieken bevestigd. En anders dan Pierre nu zegt, ook in het boek van Rubinstein staan letterlijke citaten van hele liefdesbrieven en de eeuwige aanzichtkaarten die hij vol bon mots en liefdes. Laten we aannemen dat het waar was. Aan haar stuurde. Dus het is een volkomen zekere zaak dat daar een zeer intieme liefdesrelatie een tijd lang was. Je geschokt daardoor? Voor mij was dat volkomen vreemd. En nou, even over mezelf sprekend, ik was vooral natuurlijk in mijn kuif gepikt dat ik als een van zijn goede vrienden daar dus niets van wist. En naar mij later bleek ieder ander wel, jij anderen. Ja. Maar daar gaat het even niet om. Okay. Er was natuurlijk een onwaarachtigheidselement in. En dat gaf een deuk in de integriteitsopvatting van hem als mens. Dat vind ik wel. Ja. Niet het feit dat hij een liefdesrelatie had, maar dat hij in staat was geweest daar zo lang een sluw spel van huwelijksbedrog in te spelen. Dat vond ik wel moeilijk te verteren. Ja, vond ik een wel beetje. Moeilijk. Wij gaan straks door. Ik moet het nu even afronden, want anders kunnen we niet meer praten over zijn betekenis voor nu. Wij gaan luisteren naar de muziek. U weet het, deze hele maand zijn artiesten uitgenodigd om een nummer van Jacques Brel op hun heel eigen wijze te vertolken. Dit keer, en het is de laatste keer van deze maand, want immers is het 30 november, is het Claw Boys Claw, de groep met de zanger Peter Te Bos. En zij hebben het nummer genomen La Chanson des Vieux Amants. Maar omdat Peter heel veel ziek was op school toen ze Frans hadden, hè? Oui. Oui. Nou, oui heeft hij nog gehad, maar dat houdt het mee op. Heeft hij dit Engels vertaald? The Song of Old Fields. Hier the Song is... of the Old Friends. Of Old Friends, sorry. Claw Boys Claw. It lasts longer than our mind games. It feels just like a second skin. Despite the times you let it rain. Despite the times I use my way. And every piece I know so well. In this room without a crib, love emotion tells a story. It seems there's nothing more to tell about we lost your grip. By the way, I lost my glory. Move me. For all the all these years you've moved me. Until the end of time I'll always be your only one. I love you. Tricks you played on me, love. You know my skill in using you. There ain't no use in hiding my soul. You'll see my weakness coming through. Sometimes I left you for too long. You had your share of secret friends. Those were the nights you needed now.
when you're young. It took some time to make a stand. We learned to live and love together. You moved me. For all these years you have been moving me. Until the end of time I'll always be your only one. I love you. Ja, ze spelen dan in Paradiso, maar CD kan je ook kopen, want niet iedereen woont in Amsterdam die naar dit programma kijkt. Laatste deel, de literaire nalatenschap van Simon Carmichelt. Is het literatuur, zijn het stukjes, zoals hij ze zelf noemde? Hij zelf was ontzettend huiverig om er enige pretentie aan te hangen, maar intussen schreef hij natuurlijk toch wel heel zorgvuldig. We hebben Abdelkader Benali gevraagd om zijn bundels te lezen. En Manon Uphoff, twee jonge schrijvers. Die, ik stik er zo wat in, joh. Wat vonden jullie ervan, Manon? Het viel me tegen. Het viel je tegen? Ja, wat ik al gezegd heb, kennismaking met Simon Carmichelt, de eerste keer, dat was echt uit de boekenkast van mijn ouders. En ik heb het voor deze gelegenheid opnieuw gelezen. Wat heb je gelezen? Mag het ietsje meer zijn en kroegverhalen. En wat mij stoorde was een zekere albolligheid in woordkeuze. Hier en daar, niet altijd en overal, maar wel heel storend voor mij. Voorbeeld te noemen woorden als kereltje of sterk verouderde juffrouw. Nadruk of even kort samenvatten van wat hij net beweerd heeft. Dat stoorde mij. Dat maakt het lezen een stuk minder plezierig. Ik had het idee van, had dat nou niet gezegd of had dat woord weggelaten, had ik het veel frisser gevonden. Ja, ja. En had je contact met
hem of met wat hij beschreef? Ja, sommige stukjes wel, niet met alles. Op het moment dat het heel erg naar het melancholieke zweemde, had ik zoiets van ja. Maar dat komt ook natuurlijk omdat mijn tweede kennismaking met Simon Kamicht was inderdaad via het boek van Renate Rubinstein. Dus mijn kijk op hem is daardoor ook heel erg veranderd. Dus ik zag daar een soort onwaarachtigheid in die me nu bij herlezing ook stoorde. Dat ik dacht van ja, je zit nu wel heel erg de vaderlijke, weemoedige man te zijn met een soort beschouwende blik op de mensheid. Maar op het moment dat hij dan iets schrijft als een dame heeft iets moerassigs wat zekere heren aantrok, dan denk ik daar nu automatisch bij. Ja, en jou ook. En dat maakt het, ja, geeft een beetje dubbele kijk tijdens het lezen. Maar dat is in feite voor een literair oordeel. Maakt wel interessant hoor, op zich. Om het Doet dat er natuurlijk eigenlijk niks toe? Nee, hoe kan je schelen van Tsjechov wat hij precies deed in nou, zijn vrije tijd? Dat vind ik wel, want hij zit natuurlijk wel heel erg in die rol van die persoon. En daarom is het zo interessant. Omdat de pose de ik-figuur is. Ja, en daarom is het ook zo interessant om uit te zoeken van was dat nou echt zo? Want soms proef ik daar dus iets van die pose uit. En komt dat nou omdat ik wat extra kennis gekregen heb van zijn privéleven? Of zou ik dat ook gevonden hebben als ik dat niet had geweten? Dat kan ik niet achterhalen natuurlijk. Maar het heeft wel invloed gehad. Ja, en gewoon het pure, het leesplezier was bij jou was dus daardoor, niet zo was daardoor minder. Ja. Ik heb wel hier en daar gelachen hoor. Er zit een ontzettend leuk stukje in dat hij in een trein zit en een heer die stoot aan zijn hoofd, morst op zijn stropdas en gaat op zijn jasje zitten. En dat zijn drie van die momenten dat hij dan opschrijft. Ik moest weer lachen en nog een keer lachen. En de meneer die wordt verschrikkelijk kwaad. Ik heb wel een aantal keer gelachen, maar niet zo bulderend als ik had gewild. En de hele tijd in mijn achterhoofd van ja, wie is hier nou eigenlijk aan het woord? Nou ja. En puur taalkundige, je bent toch ook Neerlandica? Ja, nou ik puur taalkundige, die woorden, het is niet de zinsbouw en zo, die vind ik op zich wel mooi. Maar wat ik zei, die woorden stoorden me heel erg. En soms ook het dialect wat dan gebezigd wordt. En waarvan ik ook dacht, als je het niet zou doen, maar misschien met hier en daar één woordje, zou het minder opvallen. Het is soms over de top, naar mijn mening. En ik heb de hele tijd iets van ja. Ja, wat mok nou zeggen? En dan staat zo'n kommaatje K en dan dat mok. En dat denk ik, hè. Wel Amsterdamse of Haagse, ja, of wat dan ook, waar die wel eens ik vind het zelf plezierig om dat gewoon niet zo te lezen. Want dan denk ik het er wel bij, als je dan gewoon dialect aangeeft. Ja. Abdelkader? Nou, dat viel me mee. Viel je mee? Ik heb het. Ik kwam de Kronkels van Kamichel tegen toen ik 12 was. En de bibliotheek bezocht bij mij in de buurt. En ik had toen het plan opgevat om alle boeken in de wereld te gaan lezen. Te beginnen bij de A. Even steken met de C. Toen ben ik blijven hangen bij de C. Je hebt het Aafjes? Nee, die heb ik overgeslagen. Oh, die heb je al over. Dat was En toen de B sloeg ik over. En toen zei ik van nou, ik doe nog één poging. Dan stap ik over op een ander alfabet. En toen kwam ik Kamichel tegen. Ik vond het heel. Het zijn hele korte stukjes. En ze hebben altijd een point. Dus je wordt nooit teleurgesteld. En ik las ze. En ik vond zelf het dialect helemaal niet storend. Dat gaf mij een soort van extra jus. Van er wordt geleefd in het stukje. Dit zijn echte mensen. En ik hoef niet te weten dat ze nu Fries gaan spreken, want dat doen ze al. Of Amsterdams. En ik kreeg het pakketje van de plantage van nou, wil je het nog een keer lezen? En ik had zoiets van, dat moet je niet doen. Alleen maar, daar maak je iets mee kapot. En ik pakte het uit en ik ben toen gaan lezen. En nou, het pakte me weer. Maar het gekke is dat je ze wel leest, maar ook meteen weer vergeet. Ja. Dat is raar, hè, met die kleine stukjes. Dat, dus, er zijn een heleboel mooie zinnen in. Is dat niet het lot van de columns, van stukjes, Kees Fens? Ja, de krant verschijnen natuurlijk wel. Ja, maar in de boeken ook. Maar kijk, het is natuurlijk, dit stadium heeft het bereikt. En daar zou een uitgave, waar eigenlijk een soort van het verzameld werk heel veel aan kunnen doen. Namelijk, je leest het nu als een totaliteit. En dat is iets anders dan al die jaren dat je het in de krant las. Dat las je het ook wel achter elkaar, maar nu is het in allerlei uitgaven dan bij elkaar. En dan wordt het ook de lezing, zou ik bijna willen zeggen, van een zich heel sterk ontwikkelend wereldbeeld. Want je kunt namelijk bij je waardering
Voor individuele stukjes alleen, dat zegt niet veel over het oeuvre. Maar ik vind het boeiendste dat hij dus van een typische, een beetje gooie smijtachtige stukjes die ik heel geestig vind, veel meer steeds beschouwender is geworden. En met als hoogtepunt voor mij dan toch die bundel Kroeglopen. En wat ik dan maar noem een hele zwarte periode, zo tegen het einde van zijn schrijverschap. Dus dat er allemaal vrij zwarte stukken in zitten. En ik denk dat hij daarin misschien het wereldbeeld van zijn laatste jaren het sterkst heeft onthuld. En het zou echt de moeite waard zijn, als iemand het eens zou doen, om dat hele wereldbeeld, ook in de taal, want er zit ook in die taal een ongelofelijke ontwikkeling. Die wordt steeds soberder. En de grappen die hij in het vroege werk maakt, dat soort zal hij later nooit meer maken. En het wordt echt tijd dat het eens een keer in zijn totaliteit beschouwd wordt. En als een ontwikkeling. En dan krijg je dus een soort schrijverschap wat iemand anders kan bereiken met 10 romans, zou ik maar zeggen. Want kijk, ik vond het een klein beetje jammer dat we voortdurend die verwisseling hebben gemaakt van de ik van die verhalen met Carmichelt. Kijk, iedereen heeft het recht om zich ook een ik te scheppen. En dat is niet vals, dat is niet oneerlijk, dat is een literair procedé. Als we alle ik uit de literatuur met die auteur zouden gaan vereenzelven, dan zou er waarschijnlijk niets meer kloppen in de wereld. Dat klopt er toch al niet, maar dan helemaal niet meer. En kijk, en dus ik vind dus dat je of hij er op lijkt of niet op lijkt. Ik heb hem vrij oppervlakkig gekend. Ik heb een paar keer met hem gesproken, maar verder ook niet. Maar dat doet ook niet ter zake. Nou, hij lijkt op een man die begint met een bepaald soort stukken en zich daarin totaal ontwikkelt. En daar een wereldbeeld in presenteert dat ook nog, en dat vind ik het interessante, maar het is misschien bijkomstig, is dat het een wereldbeeld is dat zich ontwikkelt aan, zou ik maar even zeggen, historische gebeurtenissen. Er bestaat geen betere chroniek van de jaren 45 tot, wanneer is hij opgehouden, met schrijven. Of vanaf de 30e jaren al eigenlijk. Dus van die periode, ik zal zeggen, dus het wordt ook hoog tijd, maar nu vraag ik wel erg veel, ik vraag verzameld werk. En ik vraag ook het volgende, dat iemand het eens gaat annoteren. Want kijk, wij vinden het vanzelfsprekend dat we nog lezen dat kinderen bij hem thuis, vanuit de buurt ook, naar de televisie komen kijken. Maar dat was toen het pas televisie was, was dat nu eenmaal zo, maar dat deed een generatie later niet meer. Toch is op het ogenblik zijn lot dat zijn boeken bijna niet meer verkocht worden. Annie Schmid wel. Carmichelt gaat druppelsgewijs over het, af en toe eentje. Maar het is een curiositeit. Maar dat gaat met heel veel schrijvers zo. Ja. Neem maar van Schendel of Bordewijk of zo. Dat maar nu Carmichelt, is dat niet heel erg jammer? Ja, natuurlijk is het jammer. Het is van al die schrijvers jammer. Maar bij Carmichelt, dat komt wel terug. Daar ben ik van overtuigd. Ja? Ja. Je denkt dat het nu nog te vroeg is om dat het nog niet bezonken is, zou ik maar zeggen. Het wordt wel weer ontdekt. Dat gebeurt toch ook? Neem Slauerhof. Die is een hele tientallen jaren niet of nauwelijks gelezen, behalve door een paar fanatici. En die wordt nu ook weer, die wordt ook steeds weer genoemd. Ja. Wat Manon zegt over die oudbolligheid. Hij heeft bepaalde woorden gebruikt. Hij was de eerste die bepaalde woorden gebruikte, die later zo vaak ook door anderen en door mindere talenten gebruikt zijn, dat ze bijna een cliché zijn geworden. Het beroemde kelkje, wat vroeger gewoon een borrel was, dat is door Carmichelt. Hij hief een kelkje. Ja. En dat is later door zo ontzettend veel mensen nagedaan, dat het nu een cliché is. We moeten afronden. Misschien is het wachten op biografie, op een zorgvuldige uitgave van zijn verzameld werk. De Arbeiderspers is toch al een heel eind op weg. Er zijn al 4 delen verschenen van al zijn bundels en het komt helemaal op de markt. En ik moet zeggen dat toen ik het weer las, ook voor deze uitzending eigenlijk, ik totaal verrast was en gegrepen door de kwaliteit van de kronkels. Terwijl ik dacht, ik ken ze allemaal, ik herinner me ze, wat jij ook zei, Jeanne. Maar ik vind het absoluut de moeite waard om het, ondanks Manons kritiek, toch nog eens een keertje te gaan lezen. Wanneer komt je biografie? Voor het eind van het volgend jaar, heb ik mezelf voor beloofd. Het eind van het volgend jaar. Nou, ik bedank jullie allemaal heel hartelijk dat jullie, voor jullie gevoel misschien, maar even getipt hebben aan de figuur Carmichelt. We konden niet meer doen in dit uur. 10 jaar is hij dood en laten we hem toch alsjeblieft niet vergeten. Bedankt allemaal, bedankt voor het kijken. Volgende week is er weer een plantage gewoon met een tafel in het midden en een stoelen en zo. En ik hoop dat u dan weer kijkt. Dag.
Thank you.